dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een full face met Primark make-up laten zien. Ik ga Primark make-up testen. Ik heb allemaal Primark make-up dus gehaald. Het is uiteindelijk 42 euro, dus het is nog heel wat. En elk stapje laat ik zien. En ben jij benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt en wat ik nou eigenlijk heel erg fijn vind en wat niet van de make-up? Blijf dan ook vooral zeker kijken, want er zitten echt een paar toppers bij en die moeten jullie zeker weten. Dus blijf vooral kijken en doe deze video een duimpje omhoog. Laten we beginnen met de eerste stap, foundation. Nou, we beginnen met foundation en voor de foundation heb ik deze My Perfect Color Matte Foundation. Olievrij in de kleur vanille. Deze. Top! Nou, deze dus. Ik kan hem even niet laten zien. En hier ga ik nu even mee doen. Ik heb sponsjes gevonden bij de Primark en die waren 2 euro. Het waren van die rossige sponsjes. Deze. Eentje lichtroze en eentje iets donkerder. En deze lichtroze die heeft een hele andere vorm dan deze. Deze lijkt heel erg op de Beauty Blender, de echte. Wow, dit is echt moeilijk vast te houden. En dit is een bekende vorm. Ik zag alleen al gelijk dat er vlekjes op zitten. Terwijl ik die nog helemaal niet heb gebruikt ofzo. Van die donkerroze vlekjes. Ik heb geen idee wat het is, maar ik ga het gewoon gebruiken. En ik dacht om de echte spons ook te testen, doe ik de ene helft met de ene spons en de andere helft met de andere spons. En dan ga ik beginnen. Het is een beetje veel, dus ik dep ook gelijk een beetje wat aan de andere kant. Oeps, weet je hoeveel? Hij is wel harder dan een normale spons, moet ik zeggen. Maar met in het water werd hij wel veel groter. Dus dat is altijd fijn. Ik zou alleen als je vette huid hebt deze niet gebruiken. Want hij is wel glimmend. Maar voor mij is dat heel fijn, want ik heb een droge huid. En de spons vind ik eigenlijk ook wel fijn. Dan ga ik nu de andere kant met die donkerroze spons doen. En kijken of deze ook fijn is. Want deze is wel harder dan deze. Foundation zit erop en ik moet zeggen dat hij wel heel wit is voor mij. Of in ieder geval, ik ben nu iets bruiner dan normaal. Dus misschien dat hij anders wel goed is. Maar zelf vind ik de finish wel op best wel mooi. Hij dept heel makkelijk, of hij blendt heel makkelijk in. Ik vind de sponsjes ook heel fijn. Dus eigenlijk vind ik het nog helemaal goed gaan. En dan gaan we door naar de concealer en daarvoor gebruik ik de kleur. Oh, dat heb je eraf gehaald. Maar het was cool, hè? En dit is de My Perfect Color Liquid Concealer. In de medium coverage. En ik merk dus echt dat de foundation iets te licht is voor mij. Dus we gaan het testen. Oké, het is eigenlijk dezelfde kleur als mijn foundation. En dan blenden we het even uit. Maar het is hier helemaal afgehaald of zo. Toen ik mijn concealer ging uitblenden. Helemaal zo'n foundation weghalvlek. Is dat niet de bedoeling? Dus we gaan verder en misschien doet de poeder nog wonderen. Dan gaan we verder met de banana powder. Deze komt ook van de Primark en deze was volgens mij 5 euro. Ik doe het daarin. En dan ga ik het afpoederen. Het is wel echt een grote losse poeder. Nou ja, poeder is altijd gewoon prima voor mij dan. Ik vind het wel fijne poeder. Oeh, alleen zit echt heel veel losse poeder. Dan gaan we door naar de bronzer en ik heb deze voor 3 euro gekocht, de matte bronzer. Alleen, volgens mij, ten eerste is die al gebruikt. Ik zag vlekken erin. En volgens mij is het dus, ja, geen poeder, maar dat weet ik niet zeker. Het is een soort poeder, natte poeder. Dat is echt vaag, oké.
is wel een poeder. Ik snap er niks van. Deze ga ik gebruiken om mee te contouren. En ik hoop dat hij niet te donker is voor mij. Wow. Oh shit. Wow, shitty. Oké, dit is echt heel erg. Oké, niet te veel gebruiken. Oh, wat lelijk. Oké, deze is echt ten eerste veel te donker voor mij. En ook al pak ik een heel klein beetje. Uit mijn, oh, echt vlekkerig. Oké, dit ga ik even fixen. Deze was 3 euro. Maar niet helemaal mijn ding. Blenden. En uiteindelijk was het wel gewoon een poeder. Maar het voelt heel apart. Dus dit is niet echt een aanrader voor mij. Ik weet niet of ik het nog meer kan fixen. Maar ik ben echt als een diehard aan het blenden. Maar het gaat niet echt weg. Dus hier moet ik het eigenlijk maar een beetje mee doen. Deze kant is op zich wel prima. Maar hier heb ik echt 2 grote vlekken die niet weggaan. Dit is de bronzer. Geen aanrader voor mij. De foundation en concealer is voor de lichte huid wel echt heel mooi. Maar de bronzer, nee. Dan gaan we door naar de blush. En voor de blush heb ik een high pigment blusher in de kleur Lustre. Lustre, deze kleine verpakking. Super schattig en deze was maar 2 euro. En hij is wel echt felroze, dus ik ga hier heel voorzichtig mee doen, voor ik weer allemaal vlekken krijg. En deze ga ik nu aanbrengen met gewoon een normale platte kwast. Oeh. Nou ja, voor dit prijsje is het echt gewoon een prima blush. Niet te veel van gebruiken en hij blendt op zich wel goed uit. Alleen ze hebben echt... Oh, het is trouwens ook heel poederig. Het vliegt alle kanten op. Maar ze hebben wel heel veel pigment. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar door die losse poeder gaat het echt een beetje vlekken en alle kanten op. Maar op zich is dit gewoon een prima blush. Plus voor een prima prijsje. Maar goed, nu gaan we naar mijn favoriete gedeelte. En dat is highlight. En ik heb dit hele mooie paletje gescoord. Deze is zilver met allemaal glitters. Dit is de Lunar Glow Highlighter Palette. En deze was 7 euro. Nou, hier zitten dan ook allemaal... Ik vind het jammer dat hier geen spiegel zit. Maar hier zitten dan ook allemaal kleuren in. En ze lijken wel heel erg paarsig. Dus ik ben wel heel benieuwd. Het zijn hele coole kleuren. En je had meer van deze doosjes. Maar ik heb deze gekozen. Oké. Dan begin ik met de paarsige kleuren om mijn linkerwang. En die meng ik een beetje door op. Oeh. Oh, die is heel mooi. Het is wel lekker paarsig-achtig, maar op zich heel mooi metallic-achtige glow. En dan doen we de backlight en open line. Deze kleuren die doen we op mijn andere wang. Ik hoop dat deze ook mooi is. Ja, deze is ook heel mooi. Dit is de highlighter. En deze vind ik echt heel fijn. Deze is echt een aanrader. Ook echt een mooi doosje, dus helemaal top. Ik ga nu mijn wenkbrauwen doen. En daarvoor heb ik dit oogschaduwdoosje. Want ik kon niks voor de wenkbrauw echt vinden. Alleen potlood. En daar kan ik gewoon niet mee werken voor mijn wenkbrauwen. Het schaduwdoosje is 3,50 en zitten super mooie kleuren in. Dus dat is wel echt top. Ik ga beginnen met mijn wenkbrauwen. En daarvoor pak ik even een kwastje. Oké, ik ben iets dichterbij voor de wenkbrauwen en daarvoor ga ik dus dit hele mooie wenkbrauw, of nou ja, oogschaduwdoosje gebruiken. En ik ga denk ik voor deze kleuren een beetje door elkaar. Want ik denk dat dat een beetje een best match met mijn eigen wenkbrauw. Oeh, het kraamt ook wel best wel erg, maar het doosje vind ik wel heel mooi. Oké, daar gaan we.
wel mee doen. En het is ook wel mijn kleur. Dus deze vind ik heel erg fijn. Het is gewoon heel fijn. Ik ga nu snel mijn andere wenkbrauw doen. Nou, ik vind het mooi. Je kan dit prima als wenkbrauwpoeder gebruiken. Dan gaan we door naar de oogschaduw. Ik ga beginnen met deze lichte kleur in mijn binnenkant van mijn ogen. Verder met deze kleur en deze kleur ga ik gewoon aan deze kant van mijn ogen doen. Oké, de fallout is echt heel erg. Die halen we even weg. Ik heb hier gewoon een bruine vlek. Het kleurtje zelf vind ik best nog wel heel mooi. Verder met een matte bruine kleur en die doe ik hier aan in mijn arcadeboog. Ik vind hem heel mooi geslaagd. Het is gewoon een prima oogpaletje en deze was dus €3,50 en voor die prijs is het echt top. Dus hier ben ik echt over te spreken. Dan gaan we door naar de mascara. En voor de mascara hebben we deze Volumizing Mascara. De Lasting Impact van €1,50. Echt, dat is een prijsje. Dat is echt niks. Dus ik hoop dat die een beetje goed is. Want dit was echt de enige mascara die ik zag liggen. Dit is een hele standaard borstel. Ik weet niet of ik dat zo fijn vind. Want ik heb normaal echt van die dunne borsteltjes. Maar we gaan het proberen. Misschien is die wel heel fijn. Dus ik pak even mijn wimperkrullen. En dan gaan we mijn mascara opdoen. Mijn wimpers zijn gekruld en nu ga ik de mascara testen en ik hoop echt dat die mooi is, want dan vind ik mijn ogen echt goed gelukt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het ruikt naar drank. Oh. What the fuck? Oké, we gaan het testen. Dat was mijn kaars. Komt niet veel af. Zie jij verschil? Ja. Ja? Oké, deze vind ik niet fijn. Er staat dat hij volume geeft, maar... nee. Oké, dit waren de wimpers. En ik hou even dit allemaal weg. Ik ben over de mascara niet echt te spreken. En ik heb het gevoel dat ik bijna eigenlijk geen mascara op heb. Aan de onderwimpers wel, dat is wel fijn. Maar de bovenwimpers totaal niet. Ik hou er echt van zo'n mooi effect. Dit is het dus van dichtbij. En zoals je ziet valt het echt wel mee qua volume. Ik vind het zelf niet heel erg mooi. Dan gaan we door naar de laatste stap. En dat is lippenstift. En ik heb een heel mooi klein setje gevonden. En ik vind deze lippen... lipglossjes allemaal zo mooi. En dat is deze. En dit zijn allemaal matte lipglossjes. En deze zijn €5. Ik hou echt van matte nude-achtige kleuren. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik zou ook echt niet weten welke ik op moet doen. Dus dat we nog even kiezen. Maar ik vind het echt heel erg mooi eruit zien. Dus ik hoop ook dat het heel erg mooi is. Een iets donkerder, een beetje lichtrozige nude-achtige kleur. Nog een donkere bruinige kleur. En weer een nude-achtige kleur. Ik ga denk ik voor deze nude kleur en dan met een iets bruinige eromheen. Dus ik doe eerst een beetje een bruin op en dan daarbinnen een beetje nude. En dan hoop ik dat dat heel erg mooi is. Oké, dan beginnen we met een iets donkere kleur. Oké, tot nu toe vond ik hem echt heel mooi en mat. Dan is dit de lippen. Ik vind dit zelf persoonlijk iets te donker voor mij. Maar ik ga dus nog met een lichte kleur erin. Maar echt over de lipstick zelf, echt perfect. Super mooi mat. Het droogt is nu al op. Je ziet helemaal niks. Dus dat is echt top, vind ik. Ik hoop dat dit ook gaat werken, omdat het wel heel mat is allemaal. Oh yeah, got this world class view. But it's you that I think about every time my mind's on it. Nou, dat zijn dit de lippen. Even kijken.
lipstift zelf of de lipgloss, die droogt echt perfect mat op. Dus dat is echt top. Ik hou echt van deze kleuren, dus ik ben heel benieuwd naar de andere twee kleuren. En voor deze prijs. En echt, ik vind deze echt perfect. Je hebt 4 lipglossjes voor 5 euro. Als finishing touch doe ik nog wat highlighten op mijn cupidoboog. Dan was dit de Primark make-up look. Oké, wat vind ik er nou van? Ik vind het over het algemeen echt super goed voor de prijs. Alleen vind ik het allemaal heel erg poederig. En als je het aan wil brengen, krijg je heel gauw vlekken. Wat vond ik het mooist? Dat vind ik heel moeilijk. Of de highlight of de lippen. En als ik echt moet kiezen, denk ik de lipglossjes. Maar de highlight palet is ook echt top. En wat vind ik het minst? Het minst vind ik denk ik de bronzer aan. Die is echt heel vlekkerig en brengt niet lekker aan. Die kun je ook niet goed blenden. Maar echt verder vind ik het over het algemeen echt super goed. Ben ik voor deze hele look 42 euro kwijt. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog als je nog meer van deze video's wilt zien. En abonneer je zeker op mijn kanaal, want ik heb bijna 1000 abonnees. En dat zou ik echt heel leuk vinden. Laat suggesties achter voor een nieuwe video. En wie weet zie ik jullie tot de volgende keer. Doei!